alle kindjes nu het beste wat er is. En dat is zeker geen kiespijn. En als ze op de wachtlijst komen in het ziekenhuis, dan vind ik het onacceptabel. En dus hebben we het hier gewoon geprobeerd anders te doen. En we werken dus altijd zonder wachtlijst. Welkom bij Centrum Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant. Mijn naam is Erik Kroeze. Ik ben eigenaar van dit centrum waar we mensen met een verstandelijke beperking helpen. En vooral kleine kindjes die bang zijn voor de tandarts. Het bijzondere aan deze behandeling is dat de kindjes hier komen dat ze onder narcose kunnen worden geholpen. En dat ze, als ze geholpen zijn, dat er een ontzettend goed nazorg- en preventieprogramma is. Waardoor de kindjes gewoon vertrouwd worden gemaakt met tandheelkundige zorg. En lachend en met veel plezier terug gaan naar hun eigen tandarts. We zijn verhuisd uit onze vorige praktijk omdat we daar te klein werden. We hebben deze nieuwe locatie, hebben we meer behandelkamers, hebben we meer plekken tegelijk onder narcose kunnen helpen. Beneden is een filmzaal, maar eigenlijk ook een voorlichtingsruimte. Daar kunnen kindjes poetsinstructie krijgen, daar krijgen kindjes een voorlichtingsfilm te zien. Wat nog belangrijk is, dat ook de ouders daar een voorlichtingsfilm krijgen. En we kunnen hier het aantal patiënten verdubbelen voordat we weer moeten gaan nadenken over een wachtlijst. We zijn natuurlijk met een heel team met medewerkers. Er zijn de anesthesisten van het Icasia ziekenhuis en het IJsland ziekenhuis uit Capelle. Preventieassistenten, mondhygiënisten. En ik ben reuze trots op al die mensen hier met zoveel plezier iedere dag weer komen werken. En met hart voor de zaak. Er zijn nog steeds heel veel kindjes op wachtlijsten staan links en rechts. En mijn doel is gewoon daar zoveel mogelijk kindjes af te halen en hier te helpen. Met veel plezier en met veel enthousiasme.